In het kort, wat is een CTL? Primaire focus is de onderwijsontwikkeling. Daar heb je dan over het algemeen een professionaliseringskant naast en een kennisopbouwcomponent naast. En dat kan ook onderzoek in zichzelf zijn. Een TLC is erop gericht om die drie zo goed mogelijk te integreren met elkaar en dus in verbinding te stellen. De meeste CTL's die je ziet, die doen dingen op elk van die drie blokken, niet per se op allemaal. Dus die keuze moeten we nog maken. Belangrijk is ook de horizontale integratie. Belangrijk is ook de verticale integratie, waarbij je natuurlijk op HVA niveau, dus HVA breed, kun je dingen doen. Maar ook binnen faculteit kun je dingen doen, binnen opleiding of zelfs binnen het docententeam. Maar juist die verbinding daartussen is dan heel belangrijk. We denken na over een CTL omdat we in de HVA op heel veel plekken bezig zijn met professionaliseren van eigenlijk iedereen in de HVA. Maar ook op veel plekken bezig zijn met het innoveren van ons onderwijs. En dat is soms versnipperd. En we denken dat we die krachten kunnen bundelen en dat we daardoor meer slagkracht hebben. Maar minder dingen dubbel doen, maar ook heel veel van elkaar kunnen leren, kennis kunnen delen en kennis kunnen uitwisselen. En nu zijn we bezig met persona's om te kijken van ja, wie maken er nou gebruik van zo'n CTL. Wat zijn wij nu aan het doen? Wij zijn nu aan het onderzoeken wat een CTL voor de HVA zou kunnen zijn en kunnen doen. We hebben een grote groep docenten, ondersteuners, andere rollen hebben uitgenodigd om met elkaar in drie grote sessies te komen tot, als het goed is, drie of vier scenario's voor de toekomst, voor de inrichting en voor de functie van zo'n CTL.